Aardenburg is een klein dorpje in Zeeuws-Vlaanderen waar ik opgroeide. Na succes in Nederland als filmregisseur vertrok ik naar Hollywood. Een glamourwereld vol leugen, bedrog, drugs, seks en moord. Highway to Hell was mijn eerste Amerikaanse speelfilm. Het was een vuurdom omgeven door misdaad. Een echte crime story die smeekt om opgeschreven te worden. En ik heb er allemaal van dichtbij meegemaakt. En ik moet zeggen, ik heb enorm genoten van die tijd. Dus ik hoop dat de lezers van De Stalen Madonna ook heel erg gaan genieten.